Wij zijn hier zo bij de voetbalvereniging FC Meppel, de zaterdagvoetbalvereniging van FC Meppel. Waar dus 24 uur lang een heel groot spektakel plaatsvindt in het kader van wat u achter ons ziet, project Zaterdag. En bij mij staat een van de organisatoren, denk ik, meneer Vleer. Als ik het zeggen mag. Klopt. Frans. Frans Vleer. Helemaal goed. Correct. Frans, dat is natuurlijk als organisatie heb je dus een enorme hoeveelheid werk te verrichten. Wat is er allemaal zo'n beetje dus heeft zich voorgedaan om dit te kunnen bewerkstelligen? Nou, als je kijkt naar het tijdspad wat we hebben bewandeld, is dat begonnen in oktober. En toen hadden we het plan om een marathon of een toernooi te gaan organiseren in het kader van mijn eigen activiteit 6 juni aanstaande om de Alpe d'Huez voor het KWF te gaan fietsen. En ik heb me toen aangemeld bij het bestuur om te kijken of dat toernooi hier zou gespeeld kunnen worden. Nou, toen had je project Zaterdag met FC Meppel 5. En ik heb me daarbij gevoegd en gevraagd of het een van de goede doelen het KWF mocht zijn. Dus we hebben eigenlijk 3 goede doelen. 2 voor FC Meppel en wel een nieuwe keuken en een geluidsinstallatie. En een deel gaat naar het KWF en met name voor de Alpe d'Huez stichting. Ik zie hier ook net iemand met een grote hamer op een blok slaan waar een spijker in staat. Hij moet slaan. Ja, ja. En ik zie hier een rad van avontuur staan. Ik zie hier een fiets staan waar straks op gefietst wordt, denk ik. Dat is wel de bedoeling. We hebben gekozen voor meerdere activiteiten naast voetbal. Om dus echte mensen een vermaak te geven. En natuurlijk ook in het kader van zoveel mogelijk sponsoring binnen te halen voor onze goede doelen. Hebben we ons gericht op meerdere activiteiten. En wat je nog vergeet is bijvoorbeeld, we hebben ook een kapster zitten. Er komt straks een kapster hier om mensen voor 10 euro te knippen. We hebben massage, mensen die sportmassage, voetreflexmassage gaan geven. En daardoor hopen we een compleet activiteitenprogramma te kunnen aanbieden. Een vol aanbod. Wat dat betreft. Ja, vol aanbod. Ja, nou, ik kan dus alleen ook nog maar aanvullen van dat wij ook van RTV Meppel, dat wij dus 24 uur ook live bij jullie aanwezig mochten zijn en wij ons dus daar zeer op verheugen. Om... Nou, ik ben sowieso heel erg blij dat RTV Meppel hier 24 uur draait. Met hele mooie activiteiten en daartussendoor een heel mooi programma, moet ik zeggen. Mijn complimenten daarvoor. En daar zijn we heel erg blij mee. So take a chance, come help me sing this. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words fly out. So put it all on the papers. I'm not afraid, they can read all about it. Read all about it. Oh, 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 oh. Nog even jouw naam weten? Maartje Stadhouders. Jij hebt dus ook meegedaan, hoorden we dus net, aan de Kids Voice. Ja, aan de Voice Kids, ja klopt. Ja, ja. En hoe ging dat? Heel veel auditie doen en heel veel zingen voordat je echt op tv komt. En dan, kon je dat allemaal wel bewerkstelligen? Mee bedoelen? Want ik denk ook dus dat je nog op school zit. Ja, maar het zijn natuurlijk allemaal kinderen. Dus er wordt heel goed rekening mee gehouden in weekenden en vrij krijgen ook via... via de Voice Kids zijn er echt dagen uitgekozen waardoor het voor iedereen geen problemen zouden worden op school. Ja, dan reis je daarnaar af. Maar sta je dan niet te trillen op je benen van wat er allemaal gebeurt? Nou, eigenlijk viel het heel erg mee. Want ik heb 2 keer geprobeerd mee te doen. En de eerste keer ging ik niet door. En om de een of andere reden was ik daarom de tweede keer echt totaal niet zenuwachtig. Zelfs niet tot de battles. Dus ja, het had voor mij heel een voordeel dat het niet de eerste keer was. En wie waren de juryleden bij dat gebeuren van jou? Marco Bussato, Nick en Simon, mijn coaches en Angela Groothuis. Hey, hartstikke bedankt dat je dus even weer voor onze camera wou willen verschijnen. En heel veel succes in je verdere loopbaan. En wij spreken en we zien je vast en zeker binnenkort wel weer ergens optreden. Oké, is goed. Bedankt. I wanna sing.
so cool.